Goedemorgen, we zijn vanmorgen in Sloten. En ik heb hier zojuist de zonsopkomst gefotografeerd. Achter mij zie je Molen de Kraai. En ik heb daar een aantal foto's van gemaakt. In deze video neem ik je mee in het fotograferen, in de omgeving. En straks ook in een stukje bewerking die ik toepas. Ik heb zowel de zonsopkomst gefotografeerd als een panorama van het stadje Sloten. Daarin laat ik je zien wat ik gemaakt heb en wat het eindresultaat is. Zo, welkom thuis. Wij hebben van de week de foto gemaakt in Sloten. Ik heb jullie zojuist daar een overzicht van gegeven over het mooie stadje Sloten in Friesland. De plek waar ik gefotografeerd heb, maar ook hier en daar wat extra plekjes gefotografeerd in Sloten. Inmiddels heb ik al 2 foto's bewerkt, maar in deze video wil ik jullie eigenlijk meenemen in het bewerken van een panoramafoto. En deze foto wil ik gaan bewerken zowel in Lightroom als in Photoshop. En de panoramafoto bestaat uit 17 verticale foto's. Dus wat ga ik doen? Ik ga naar Lightroom toe. En ik ga als eerste zorgen dat die foto's ingeladen wordt. Ik ga naar de originele. En ik ga al mijn 17 foto's die ik gemaakt heb, verticaal ga ik inladen. En jullie zien dus hier rechtsbovenin dat het 17 foto's betreft. Nou, die foto's die ga ik toevoegen. En op het moment dat ik dat gedaan heb, dan verschijnen ze dus in mijn scherm. Dit is 1 foto. Het is dus een rolbestand van de foto's die jullie nu zien. En voordat ik dus de foto's afzonderlijk ga bewerken, ga ik ze eerst samenvoegen tot een panorama. Dat geeft gelijk een veel beter overzicht, waardoor ook de bewerking wellicht wat anders uit gaat pakken dan dat je de foto's afzonderlijk gaat bewerken. Wat heb ik gedaan? Ik heb al mijn foto's geselecteerd met shift. Ik druk eerst op de eerste foto, dan shift ingedrukt houden op de laatste en dan selecteert hij ze allemaal. En wat ik nu ga doen is bij Windows Ctrl-M of bij de Mac Command-M. Als ik dat doe, zie je dus dat hij de foto's bij elkaar gaat verzamelen. En dat hij zelf dus nu een panorama aan het stitsen is. Zo heet dat, een panorama-stitsje. Nou, wat hij dus aan het doen is de
beelden aan het analyseren om te kijken van welke delen kunnen we in welke foto gebruiken. En jullie zullen misschien denken, waarom heb je 17 foto's gebruikt? Nou, ik heb een enorm overlap gehanteerd. En die overlap doe ik om zo'n goed mogelijk beeld te krijgen. Nou, dit is dus de foto, zoals je hem nu ziet. Kaal, vanuit de RAW versie. Al samengevoegd via Ctrl-M of Command-M. En samengevoegd dus tot een panoramafoto. Wat ik zo mooi vind aan dit plaatje, is de mode, dat is echt het object waar het om draaide. Daar heb ik die andere twee foto's ook van gemaakt. Maar je ziet eigenlijk in deze panorama dat Sloten gewoon een enorm mooi stadje is. Hier aan de linkerkant de vaart, of eigenlijk het kanaaltje tussen de huizen door met de bootjes. Karakteristieke huizen. Aan de rechterkant meer een soort buitenhaventje. Waarin een stukje natuur buiten Sloten te zien is. En dat geeft in alles gewoon een wat nostalgisch beeld. Nou, deze foto is behoorlijk flat. Dat heeft ermee te maken dat het nog een rolversie is. Dus ik wil hem wat meer gaan laten knallen. Ik vind ook dat de kleuren van de lucht ook wat meer mogen spreken. Dat was die ochtend, was dat ook zo. Zelf ga ik nog even straks kijken naar of dat de foto recht staat. Of dat, ik ga dat in Photoshop doen. Ik ga hem straks ook in Photoshop uitsnijden, dat de witte randen weg zijn. Goed kijken of dat mogelijk is, dat dan niet de molen met de bovenkant van de wieken de foto raakt. Maar verder rest, op het eerste ogenblik, eerste opzicht ziet hij er gewoon goed uit. Dus ik ga hem samenvoegen hier. En wat hij dus nu aan het doen is, is van al die 17 foto's waar hij net een voorstelling van heeft gemaakt, gaat hij nu dus een daadwerkelijke panorama van maken. En je ziet hier linksbovenin dat hij nu aan het samenvoegen is. Nou, afhankelijk van de grootte van je originele en de aantal originele die je gebruikt heeft, duurt het gewoon een poosje. Nou, in dit opzicht lijkt het wel even wat te duren. Zoals ik net zei, ga ik dus de kleuren wat laten knallen. Ik ga om toch een beetje een wat helder zicht of wat flitsendere foto te krijgen. Niet zo flats als dat hij nu oogt. Ik ga wat doen aan de scherpte en aan de contrasten. Omdat het een rolbestand is en ze voegt de camera dat niet automatisch toe. Maar moet jij dat zelf doen? Wat ik verder rest ook nog ga doen is even kijken naar de hooglichten, naar de donkere delen. Om die wat meer in balans te brengen. En ik hoop dat op die manier dus een mooie uitgebalanceerde foto te krijgen. Nou, je ziet dat de computer er best wel wat moeite mee heeft. Dus we wachten even en dan gaan we zo weer verder. Zo, inmiddels is de foto ingeladen in Lightroom. Dat heeft even geduurd omdat het een groot bestand is. Ik kan straks even kijken hoe groot ongeveer, maar dat betreft best een groot bestand. Nou, dus ik ga nu aan de bewerking beginnen. Als eerste wat ik ga doen is de optica. Ik ga dus de kleurafwijking doen. Ik ga niet de lenscorrecties doen. Want als ik dat doe, dan kan dat juist weer wat oneffenheden opleveren in de panorama. Dus de lenscorrecties doe ik niet, wel de kleurafwijking. Dus de chromaataberratie haal ik daarin mee weg. Verder ga ik eerst de foto verscherpen en de ruis eruit halen, want anders ga je daar ook mee werken. Ik zet mijn verscherpen op 50. Dat doe ik ook met de details. En met de masker ga ik kijken van niet de hele foto hoeft scherp. De lucht hoeft bijvoorbeeld niet echt scherp te zijn. Maar je wil juist wel dat de voorgrond scherp wordt. Dus wat ik ga doen, ik druk de Alt-toets in bij Windows. En ik ga dan aan het masker draaien. En dan zie je vanzelf, als ik dat meer naar rechts schuif, zie je dus dat mijn foto zwart-wit wordt. Alles wat nu wit is, dat wordt scherp. En alles wat zwart is, dat wordt dus niet verscherpt. Maar is ook niet echt nodig.
Wat er voor de rest opvalt, is dat er in de lucht best wel wat rondjes te zien zijn. Dus dat zijn vlekjes die in mijn, op mijn sensor zitten. Ik moet hoognodig mijn camera weer laten reinigen. Maar goed, dat heb ik dus niet gedaan, dus die moet ik straks handmatig verwijderen. En als ik zo zie, zijn het er 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 stuks. Dus ik moet straks 20 vlekjes verwijderen. Nou, ik denk dat ik hem zo wil houden, dus ik laat het los. Dan is de foto nu verscherpt. En dan ga ik mijn ruisreductie toepassen. Die zet ik op 30 en mijn contrast die zet ik op 5. Nou, dan is eigenlijk de basis van de foto gedaan. Wat ik dan ga doen, ik ga kijken naar het licht. Van hoe zit de belichting eruit? Wil ik hem iets lichter? Wil ik hem iets donkerder? Ik zie dat de hooglicht niet helemaal dichtgeknepen is. Dat ga ik wel doen, denk ik, in verband met de lucht achter de molen en links van de molen boven de huizen. Om die lucht net even wat meer te dempen en wat meer kleur naar voren te halen. Terwijl ik dat doe, zet ik ook de belichting wel iets naar boven. Waardoor het wel weer een lichtere foto wordt. Zou ik dus de hooglichten niet gedaan hebben, zou nu dat gedeelte tegen het overbelichten aan komen te zitten. Nou, in de foto zit best wel wat donkere delen, bijvoorbeeld hier onder de molen. Ik ga daarom de zwarte tinten toch weer naar 0 terugbrengen. Waardoor er wat meer detail in de zwarte delen van de molen te zien is. Dat zie je hier ook. Je ziet hier nu de plankenstructuur en zie je weer terugkomen. Ik denk dat dat zelfs wel ietsje meer kan. Ik zet hem daar even op 15. En dan is het net even wat helderder. Contrast zet ik op 10. Waardoor de foto toch een wat pittige uitstraling krijgt. Even spelen met wat wit. Dat de wit tinten. Kijk, als je wit tinten, dan zie je wat er gebeurt. Dus je moet nu echt niet te veel doen. Meestal blijf ik daar zo rond de 15 zitten. En dan geeft de foto net even een iets frissere geheel. Goed, dan ga ik naar de kleuren. Ik zie dat de levendigheid al behoorlijk opgeschroefd is, namelijk 15. Die zet ik even op 25. Dan krijgt de foto een net wat frissere uitstraling. En de verzadiging zet ik op 5. Goed, dan kijk ik nog heel even naar de kleuren. Misschien dat ik een afzonderlijke kleur, even kijken als ik bijvoorbeeld rood. Ja, je ziet dat het dan net ietsje wat meer gaat springen. Ik denk dat ik die op 30 zet. En verder rest hou ik hem even zo, want ik ga straks met de lucht, ga ik nog met een laag, ga ik nog wat doen. Pak ik even de effecten. Omdat het een cityscape foto is, hè, dus de stad, ga ik de textuur iets omhoog brengen. Waardoor de foto wat verscherpt lijkt, maar ook waardoor bijvoorbeeld hier op de voorgrond deze brug, die stenen daarop, dat die toch wat nadrukkelijker naar voren komt. Ik vind dat je bij een landscape dat minder toe kan passen dan bij een cityscape. Dus ik ga dat zetten. Je ziet gelijk, hè, dit zo is die, op 0. En op het moment dat ik hem opschroef, dan zie je dus juist die hier een wat mooie doortekening in die stenen komen. Ik pak een klein beetje helderheid, niet te veel. En voor de rest ga ik hem zo houden. Nou, ik zei al dat ik wat met de lucht ging doen. Ik ga daar een verloopfilter op toepassen. Ik druk de shift filter knop in en trek dan naar beneden. Waarom doe ik dat? Nou, op het moment dat ik dat niet doe, dan hou ik geen kaarsrechte horizontale lijn. En op het moment dat ik de shift indruk, dan is de filter altijd horizontaal. Dan kan je gelijk controleren of dat mijn camera recht heeft gestaan. Nou, dat is het geval. Zo op het eerste gezicht. Maar ik ga nu de filter dus toepassen. En vooral hier in de lucht. Ik ga de verzadiging wat opschroeven. Dan zie je dat de kleuren dus wat meer naar boven komen. Kleuren die ook inderdaad die ochtend behoorlijk knallend was. Ik ga ook wel de hooglichten iets terugbrengen. Waardoor je iets meer doortekening daarin krijgt in die plek. De wit schaduwpartij iets omhoog. Dan zie je dat vooral bij de molen ontstaan ziet. Dus ik denk dat ik die even op 20 zet. De zwarte tinten op 10.
Ook hier zet ik de textuur iets omhoog. En ik pas iets verscherping toe. Dan doe ik op, zet ik hier in de lucht even op 10. Daarnaast ga ik nog een andere filter toepassen. Namelijk van de onderkant. En die zal ik vooral gaan gebruiken om de foto op de voorgrond juist wat scherper te maken. Zodat daarin ook de voorgrond scherp wordt. Ik druk weer op Shift en ik trek hem weer omhoog. Ik doe dat een iets groter verloop. En ik gebruik hier dus alleen de scherpte. En die zet ik op 25. Nou, daardoor wordt dus de voorgrond nu mooi verscherpt. Nou, ik heb zelf voor mijn idee deze foto in Lightroom mooi bewerkt. De basisdingen gedaan. Ik ga deze foto nu inladen in Photoshop. Wat ik daar ga doen is even kijken naar een mooie uitsnede. Wat ik dus doe, nu is op Ctrl of Command en dan op de E. En dan zie je hier linksbovenin, dus dat er komt te staan openen in Photoshop. En nu maakt dus Lightroom en Photoshop maakt de koppeling om nu verder in Photoshop te gaan. Daar blijft gewoon de TIFF bestand, dus gewoon de bewerkbare bestand. En op die manier kan je dus makkelijk switchen tussen Lightroom en Photoshop. Nou, ook dit zal wel een procedure. Dus ik kan jullie vertellen wat ik in Photoshop ga doen. Daarna wachten we even en dan gaan we verder in Photoshop. In Photoshop wil ik de foto recht zetten, of in ieder geval controleren of dat hier recht staat. Ik wil de uitsnede gaan bekijken. Mogelijk dat ik toch nog eventjes met een adjustment layer nog wat kleuren in wil gaan brengen met een bijvoorbeeld toch een histogram. Dan moet ik even kijken hoe dat uit gaat pakken. Ik ga de foto omzetten in een smart laag. Een slimme object. En ik ga hem dan ook nog slim verscherpen. En als dat klaar is, zal ik nog mijn bestandsgegevens toevoegen. Ik zal mijn logo nog toevoegen. En op die manier is deze foto weer klaar. Nou, je ziet hier dat hij verspringt naar Photoshop. Hij wordt dus ingelezen. Op de achtergrond zie je de foto's die ik op het laatst bewerkt heb. Die je straks ook in de video terug gaat zien. De dageraad en de zonsopkomst in Sloten. Nou, dit is dus de foto. Ik ga daar altijd als eerste een aparte laag in zetten. Zodat ik altijd met een laag werk en niet met het origineel. Ik druk op Ctrl bij Windows of Command bij Apple. Dan druk ik op Ctrl J. En dan zie je hier dus dat er een laag aangemaakt is. Nou, wat ga ik doen? Ik ga eerst even kijken, als ik op automatische contrast druk, wat hij dan doet. Nou, hij geeft een iets meer contrast aan. Dus dat betekent dat ik eigenlijk niet zo heel veel had hoeven te doen. Dus ik heb nu Ctrl Z gedaan en dan maakt hij hem weer ongedaan. Dus voor mij altijd even een soort controlepunt om te kijken van of dat de foto net iets sterker kan. Nou, hier rechts onderin zie je een balletje. En die ene helft is die zwart, de andere helft is die wit. De aanpassingslaag of adjustment layer. Daarin zie je dus verschillende mogelijkheden die je kan toepassen. Bijvoorbeeld hier de curve, dat is de histogram. En dat wordt dus als een aparte laag over je foto heen gezet. En op die manier heeft het dus geen invloed op je foto als zijnde dat je er nooit meer van af kan. Dus hij gaat dat hier laden. Je ziet dat hij best aan de wat donkere kant zit. Dus we kunnen hem misschien wat aan iets lichter brengen. Misschien de lucht. Je ziet dat je ook hier heel voorzichtig moet zijn in het... een beetje in een soort klein S'je. Nou, op deze manier zie je dus dat de foto even wat lekkerder oogt.
Daarna ga ik hem nog een keer aantikken en dan ga ik kijken naar de levendigheid. En ook hier ga ik kijken of dat ik nog iets meer levendigheid erin kan krijgen. Zodat de foto net wat lekkerder oogt. Misschien een klein beetje verzadiging. Nou, voor mij is dit voldoende. Nou, op deze manier heb ik dus de foto bewerkt. Een heel belangrijk punt wat we net al genoemd hebben is dat er nog een 20-tal vlekken in de foto zit. Die zaten met name hier bovenin. Nou, hier zie je er al één. Die gaan we verwijderen. En je hebt hier de retoucheerpenseel. En die kan je dus daar overheen leggen. Ik maak hem iets kleiner. Die leg ik er overheen. En dan zie je dus dat de vlekken verwijderen. Dit is dus 1, 2, goed kijken naar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 en ik had er eentje mis, 21. Ik kijk toch even verder nog, want hier zie je wat meer structuur in de wolken, dus dan zie je die vlekken eigenlijk niet terug. Dus inmiddels is nu de foto vlekkenvrij. Nou, dan ga ik controleren of dat die recht staat. Nou, hier zie ik dat die recht staat. Hier ook. Hier ook. Kijken of dat die ook horizontaal staat. En ook dat is het geval. Prima, en dan ga ik nu naar de uitsnede en pak ik zoveel mogelijk van de foto mee. Maar je wilt natuurlijk geen witte randen zien. Dus ik probeer hem zo krap mogelijk te kaderen, zonder dat het heel veel verlies oplevert. En anders kunnen we straks met die snel retoucheerpenseel nog wel wat opvullen. Ik haal die even weg, want die boot staat er niet helemaal goed op. Dus dan geeft het eerder een vertekening. Nou, dat betekent dus dat er hier nog een paar witte vlekjes zijn. Die ga ik veranderen. Weer met de retoucheerpenseel en hij vult dat als het goed is vanzelf op. Gewoon eroverheen gaan. Hier zie ik een wit plekje en hier zie ik een wit streepje. Zo. Nou, op deze manier is de foto dus bewerkt. Wat ik nu ga doen is mijn bestandsinfo toevoegen, mijn copyright erop zetten. Ik ga mijn logo toevoegen en ik laat jullie zo de resultaten van deze morgen zien. Nou, ik heb jullie iets verteld over hoe ik met deze panoramafoto bewerkt heb. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. En nou ja, kijk gerust de video nog een keer zou ik zeggen. En heb je vragen, laat het gerust weten. Misschien zijn er dan ook wel verzoeken voor een volgende video. Geef het gerust onder in de commentaar, geef het gerust aan. En ik zou zeggen, blijf lekker fotograferen, geniet ervan en we hopen elkaar weer te zien bij een volgende video.